Goedendag, kijk naar de weerswachting van weerplaza.nl. Bewolking zien we op de satellietfoto en niet alleen bij ons, maar ook in de wijde omgeving. Veel bewolking en daaruit valt van tijd tot tijd regen. Eerste ochtenduur is het nog licht, maar later vanochtend en vooral vanmiddag gaat het harder regenen en de zwaarste regenval trekt dan over het zuiden, midden en oosten van het land. Er gaat zo'n 15 tot 20 mm vallen enkel weermodel gaat zelfs naar 25 mm. Dat zijn grote hoeveelheden. Het is wel zacht, zoals u ziet, 8 tot 10 graden. En pas aan het einde van de middag wordt het vanuit het noordwesten droger. Vanavond is het dan op de meeste plaatsen droog en daalt het kwik naar 6 graden. De wind waait vandaag overigens uit het zuidwesten met 4 tot 6 boel Draait vanavond naar west tot noordwest. Morgen weer een zuidwestenwind, dan aan zee Windkracht 8. In de vroege ochtend Windkracht 9. Dat is een zuidwestenstorm met zware windstoten in het binnenland. 80 km per uur en aan zee 100. En verder opnieuw van tijd tot tijd regen. Zaterdag hebben we rond het middaguur kans op een storm, dat is dan langs de noordkust. Opnieuw dus veel wind en buien, weinig ruimte voor de zon. Zondag breekt de zon wat vaker door en kan er een bui vallen, mogelijk met een winters karakter. Nog even vrijdag en zaterdag 10 tot 13 graden maar liefst. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.